gevallen. Start valt. Gabor Raïs aan de binnenkant is goed weg. Daarnaast General Lee en die gaat de leiding overnemen. Goede start vanuit het tweede band van Urbanio. Die gaat naar voren. Ook Volkan de Beland is goed weg. Adrie de Vries ligt op dit moment na een rustige start voorlaatst aan de binnenkant. De groen-witte kleuren. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Galoppade daar van Hindy uitgeschakeld Heikert. Nummer 1 en uitgeschakeld nummer 2. Beiden galop. 1 en 2. Beiden eruit. En zo gaan de deelnemers die over zijn de rechte lijn overzijde in. Daar zijn ze inmiddels aangekomen. Tempo ligt hoog en het is General Lee die leidt. General Lee, daarachter op de tweede plaats ligt Urbanio. En daarachter Volkan de Belander. Dat zijn de eerste drie. Tussentijden gaan we niet krijgen, tenzij er een transponder in de nummerdekjes zit. Maar die zit er niet in, zie ik aan de half. Dus we gaan met Iron Vival op plek 4 naar de volgende bocht toe. Vijfde ligt dan Van Gio Dunor en op de zesde plaats Bode Grimoul. Ze gaan de paarden de linkerbocht in. En als ze straks de finish passeren, hebben ze nog maar één ronde te gaan. En het tempo wordt gemaakt door General Lee. General Lee wordt gevolgd door Urbanio. En achter Urbanio gaat heel makkelijk mee Volkan de Belande. Dan ligt Iron Vivant vierde. Van Gio Dunor vijfde. En Bode Grimoul ligt zesde. Allemaal achter elkaar. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. En het wachten is op het moment dat een van de deelnemers vindt dat het te langzaam gaat. Want hard gaat het zeker niet met General Lee aan kop. General Lee, daarachter op de tweede plaats ligt Urbanio. De derde plek is voor Volkan de Belande. Daarachter ging heel eventjes binnendoor, maar ligt er nu weer netjes achter Iron Vival. Dan Fangio Dunor, die gaat zo langzamerhand zijn loop vinden. En wordt door Adrie de Vries naar het tweede spoor genomen. En daarachter ligt Bode Grimoul. Paarden gaan de Z-turfbocht in. En nu gaat het tempo duidelijk omhoog. Het is General Lee die het tempo maakt. General Lee pakt nu anderhalve lengte voorsprong op Urbanio. Daarachter ligt Volkan de Belande. Dan Iron Vival. Van Gio Dunor heeft het niet makkelijk om de aansluiting te houden. Gaat nu het bit oppakken. En daarachter volgt dan nog Bode Grimoul. Halverwege de rechte lijn overzijde heeft General Lee drie lengte voorsprong. Daarachter ligt Urbanio. En daar gaat de orenkap af bij Volkan de Belande en die gaat nu versnellen. Volkan de Belande komt aan de buitenkant op, neemt Urbanio mee aan zijn binnenkant. En zo schuiven vijf paarden dicht naar elkaar toe. Alleen Bode Grimoul moet het tempo een beetje laten gaan. En ze gaan de laatste bocht nu door. Halverwege de Tjarda-bocht is het General Lee die leidt. General Lee aan de buitenkant, Volkan de Belande. Daarachter aan de relingszijde ligt Urbanio. En dan een gaatje naar Iron Vival. En daarachter Fangio Dunor en Bode Grimoul. Uitgeschakeld nummer 6, nummer 6 onregelmatig. Urbanio is eruit, die lag tweede, nu niet meer. Nu ligt Volkan de Belande tweede en het is nog altijd General Lee die leidt. General Lee aan de buitenkant, Volkan de Belande. General Lee gaat ijzersterk door. General Lee heeft anderhalf, twee lengte en loopt zelfs verder weg. Nikita Menger gaat hier winnen met General Lee. Daarachter Volkan de Belande op plek 2. Derde is Iron Vivant. Vierde plaats voor Bode Grimoul. En vijfde is Adrie met Fangio Dunor.